Lars Veldwijk, ik zag je bij dat uitvak staan met je kop tegen de wal eigenlijk aan, daar tegen die muur. Wat dacht je toen op dat moment? Nou, vooral de weg daar naartoe. Ik denk, godverdomme, dat is weer 60 meter die kant op. En ik zat er echt helemaal doorheen, eerlijk gezegd. We hebben 4 wedstrijden in 10 dagen gehad. Ik heb daarin echt alles gegeven en het is prachtig dat het zo beloond wordt. En ja, toen ik daar was, moest ik echt even op adem komen. Dat was een puntje op je stoelwerk, ook als neutrale toeschouwer hier op de tribune. Maar wat je zegt, de weg hier naartoe, ja, dat was natuurlijk een hele zware. Ja, ik denk dat we een hele goede, nou, tenminste, goede periodes in de competitie hebben gehad. We hebben 38 wedstrijden daarin gespeeld. Helaas zijn we daar in tweede geëindigd en hebben we ons vroegtijdig kunnen voorbereiden op de play-offs. En ja, ik denk dat je vandaag en de vorige wedstrijden wel een heel ander Sparta hebt gezien. Ja, want dat Sparta, dat strijdende Sparta wat er vol op gaat, vol vechtlust, dat is iets wat we volgend jaar natuurlijk ook willen zien. Ja, zeker. In de Eredivisie heb je dat helemaal nodig. Dan ga je waarschijnlijk tegen betere tegenstanders spelen. En zullen we minder vaak het spel moeten maken. Nu kwamen veel ploegen met angst naar het kasteel toe. En moesten wij het spel maken. En ja, volgend jaar zal dat meer op deze manier moeten. Er waren wat speculaties, hè, over hoe dat nou zou gaan met jouw contract. Maar hoe ziet het er nu voor jou uit dat je er nog sowieso een jaar bij bent? Ja, ik denk het wel. Het is aan de club. Volgens mij hebben ze een week lang de tijd om mijn contract te lichten. En als dat gebeurt, dan ben ik volgend jaar speler van Sparta. Ja, want je bent natuurlijk ook reeds weer vader geworden. En ik denk dat het misschien voor jouw situatie in Nederland opgroeien is ook misschien erg fijn. Ja, ik had vorig jaar zomer de kans om naar Azië te gaan en naar Kazachstan. Dat heb ik toen laten liggen, ook omdat mijn vrouw toen nog 36 weken zwanger was. Alleen, er zijn nu 2 kleintjes en een pasgeboren die nog geen jaar is. Dus daar hou je zeker wel rekening mee welke stap je gaat maken. Voor wie zijn de eerste felicitaties die je hebt gehad? Ergens op het veld van een teamgenoot, maar ik heb geen idee meer wie het was. En de appjes, zie ik bijvoorbeeld al geappt? Ja, maar voor de wedstrijd heeft hij me heel veel succes gewenst. En hij zei dat, hij heeft het zelf laatst ook natuurlijk meegemaakt uit bij Real Madrid, dat je thuis met 1-2 kan verliezen. Dus hij heeft me heel veel succes gewenst en hij heeft gezegd dat het vandaag onze dag zou worden. En ik heb nu nog niet op mijn telefoon gekeken, maar die zal een plof zijn. Hij stuurt hem dadelijk misschien wel even terug. Sparta Ajax volgend seizoen, die wedstrijd wordt voor mij. Ja, hopelijk hij nog in een Ajax shirt en ik bij Sparta. Tot slot, Lars, nu kan ik me voorstellen, jullie moeten nog een pokken in huis ook, hè? Ja, het is helaas niet heel dichtbij, maar... Alle clubs zijn al dicht in Rotterdam, nou. Ja, dat ook, maar ik denk dat wij vannacht op de club een feest gaan maken. En morgen misschien nog eventjes de stad in gaan met z'n allen. We sluiten morgen af met een diner en dan zal het wederom niet vroeg worden, denk ik.